Op het circuit van Zolder vond het weekend een bijzondere wedstrijd plaats. 22 wagens die rijden op zonne-energie uit de hele wereld streden er tijdens de European Solar Challenge om het officieus Europees kampioenschap. Het is na Australië de tweede grootste zonnewagenrace ter wereld. Allerlei vreemde en futuristische vormen op wielen aan de start voor de Illumen European Solar Challenge op het circuit van Zolder. Een Belgische zonnewagen in pole position zelfs, met een ervaren piloot. We verwachten dat we hier een mooi resultaat kunnen neerzetten. We zijn toch een van de topteams die hier gaan deelnemen. En voor de rest veel plezier maken en voornamelijk veel ervaring opdoen voor het nieuwe team dat volgend jaar naar Australië gaat. De start als een echte 24-uren-race, al duurt het instappen wel wat langer en geraken niet alle 22 wagens even vlot vertrokken. Deze 24 uur wordt alternerend ingericht met de vermaarde World Solar Challenge in Australië, met allerlei nieuwe snufjes. Wat in die zonnewagens ontwikkeld wordt vandaag, die technologie, ziet je heel typisch 4 tot 6 jaar daarna gebruikt worden in de automotive. Die batterijtechnologie bijvoorbeeld, die elektrische in-wheel motoren die een efficiëntie hebben van meer dan 98%. Titelverdediger is het Nederlandse Solar Team uit Twente. Het zou er best weer in kunnen zitten. Dat hangt natuurlijk ook van heel veel omstandigheden af. Coureurs en het weer helpt ook natuurlijk mee of tegen. Maar als we goed ons best doen, dan zit het er wel in. Maar zonnewagens rekenen op zon en in Zolder begint het pijpenstelen te regenen. Het Turkse team is daar niet op berekend. En ook de andere teams zullen niet de normale snelheid van 80 km per uur halen. We krijgen minder zonne-energie binnen. Dat wil zeggen dat we onze batterij meer moeten sparen om de volledige 24 uur uit te kunnen rijden. Nu, het is wel zo. We hebben twee momenten dat we kunnen bijladen in de charging points. En die zullen we ook heel strategisch moeten kiezen. Ondertussen is de Belgische wagen door een rukwind omgewaaid en ook leider Australië maakt een slipper. Regenbanden moeten dringend opgelegd worden, terwijl de piloot even van de koffie gaat genieten van de Italiaanse buren. Het valt op dat de piloten ook klein en licht zijn. Ik moet zeker een aantal kilo gewicht meenemen om boven de 80 kilogram, wat vereist is voor een driver, uit te komen. Uiteindelijk wint, na 24 uur wolken en regen, het team uit het Nederlandse Twente opnieuw. Het Belgische team wordt vierde, allemaal wel tegen een sterk vertraagde snelheid.